Dit is een videohandleiding ter voorbereiding van een dissectie van een haring. Leg de vis op een zijde. Bespreek eerst de uiterlijke kenmerken. Het lichaam is zijdelings afgeplat en bestaat uit drie delen: kop, romp en staart. De rug- en aarsvin zijn onpaar in aantal. Het paar borstvinnen staat zijdelings gericht. Het paar buikvinnen zit aan de onderzijde. De staartvin is onpaar in aantal en symmetrisch in een horizontaal vlak. Bekijk een vin. Ze staat uit een huidplooi gesteund door benige vinstralen. Tevens zie je de pigmentatie van de huid van de vin. Op de kop die niet geschupt is, staan ogen zonder oogleden. Achter de ogen is er een kieuwdeksel. Hier eindigt de kop. Bij het oplichten van dat kieuwdeksel zie je de kieuwen. Vooraan op de kop vind je twee reukgroeven. Controleer de diepte ervan. De mondspleet is gebogen en omgeven door lippen. Open de mond en ga na of er tanden zijn. Zijn ze gedifferentieerd? Hoe staan ze gericht? Voel met een rietje of lang voorwerp in de keel en tracht langs de kieuwen onder het kieuwdeksel uit te komen. Het lichaam en de staart zijn bedekt met schubben. Het zijn platte schubben die dakpansgewijs over elkaar liggen. Wrijf met de vingertop van voor naar achter en in tegengestelde zin over de huid. Ze voelt slijmerig aan. Bekijk de vis langs boven en langs onder. Er is een verschil in kleur en tint: bovenaan donker, onderaan licht. Op de grens tussen boven- en onderzijde, dus zijdelings, zie je duidelijk de zijdenstreep. Deze is gevormd door een zijdenstreepkanaal dat in de lederhuid ligt. Dicht bij de aarsvin bevindt zich de aars. Wees voorzichtig tijdens het snijden, zodat je geen organen openscheurt. Snij met een scherp mes achter de aarsvin de staart dwars door. Snij met een schaar langs de middellijn van de buikzijde, Vanaf de aars tot voorbij de kieuwdeksels, de huid en de spieren door. Leg de vis op zijn rechterzijde. Maak met een scalpel vanaf de aars een snede schuin naar boven en naar achter tot boven de zijdestreep. Maak vooraan eveneens een snede tot boven de zijdestreep. Snijd het kieuwdeksel mee weg. Snijd hem los over de hele lengte boven de zijdestreep. Tot op de doornuitsteeksels van de wervels. Hierbij knip je de ribben door. Ga de segmentatie en de richting na van de spiervelden op het snijvlak en op de binnenkant van de afgesneden huidlap. De darmlus en de lever vallen op. Maak het spijsverteringsstelsel los zonder het uit te knippen. Vooraan vind je zonder moeite een korte slokdarm. Hierop volgt de maag, bestaande uit een dalend en een stijgend deel. Op de maag volgt een twaalfvingerige darm, waaraan pylorische blindzakken hangen. De galblaas zit verdoken tussen de leverlobben. De gal vloeit langs het galkanaal in de twaalfvingerige darm. De alvleesklier is niet te zien, daar ze verweven is in de leverlobben en de bindweefselvliezen. Een dunne darm leidt naar de aars. Boven lever en mild ligt de zwemblaas. Gevuld, oogt ze zilverachtig van tint. Ze vertoont een smal verbindingskanaal met de slokdarm. Snijd de dunne darm en de slokdarm over en neem het spijsverteringsstelsel weg. Neem ook de zwemblaas weg. Tegen de wervelkolom liggen de donkere gekleurde nieren. Ze zijn praktisch over heel hun lengte met elkaar vergroeid. Het hart, ingesloten in een hartzakje, ligt onder de kieuwen. Het hart is S-vormig gebogen. Ventraal op de middellijn zijn de vijf linker- en rechterkieuwbogen aan elkaar vast. Ze vormen samen het kieuwkorfskelet. Tussen de kieuwbogen zijn er kieuspleten. Snijd één boog boven en onder door. Je ziet dat de kieuw bestaat uit dubbele lamellen met franjes. Het is best deze dissectie op voorhand eens te oefenen.